koploper van de hoofdklasse B, SV Urk, in het vertrouwde blauw-wit op bezoek bij ONS Sneek. Urk in de race voor het kampioenschap en Sneek vecht nog tegen degradatie. Is Klaas Rompkes in de zesde minuut van de wedstrijd. En direct al de voorsprong voor SV Urk. Urk liet vanaf het begin duidelijk merken waarom ze naar Sneek waren gekomen. En er was maar één ding. Winnen om in de race te blijven om het kampioenschap. En dan scoren in de zesde minuut. Dat is natuurlijk lekker. Urk op voorsprong in Friesland. ONS met de inworp. Overname Urk. Klaas Rompkes weer. Tjonge, dan had je al snel op 2-0 voorsprong kunnen staan tegen ONS Sneek. De thuisploeg kwam er eigenlijk niet aan te pas. Toch gevaarlijk hier. Heel goed werk van Richard Strijker. Urk domineerde, maar Sneek kreeg toch een paar gevaarlijke kansen. Stijn Potma. En zo komt Urk daar goed weg. Maar Urk was sterker en nam het weer over. Hessel Snoek. En hier geen geluk voor de topscorer van SV Urk, Hessel Snoek. De Urk is weer. Lucas Schraal. Ja, strafschop. Dat moet hem zijn. Strafschop voor SV Urk. Maar nee. De scheidsrechter legt hem erbuiten. Geen strafschop dus voor de Urkers. Maar een vrije trap net buiten het 16 meter gebied. William de Boer. Maar dit levert verder geen gevaar op. En zo is het met rust. Maar 1-0 voor SV Urk. Sneek begint goed naar de T. Want hier weer goed keeperswerk van Richard Strijker. Oppassen dus voor SV Urk. Het is maar 1-0. En er kan er nog van alles gebeuren. Invaller Jelle de Boer. Snoek. Snoek probeerde maar eens. Want Urk was sterker, domineerde op het veld. Maar de ballen vlogen er niet zo makkelijk in. Lucas Tol. Ja, kan heel lang aan de bal blijven. Mooi technisch werk hier. Van Pieter Brands. Oh! Wat zit Urk dicht bij de tweede treffer. Urk had al lang de trekker over moeten halen. Zo blijft het gevaarlijk en blijft het spannend. Want als je het zelf niet doet, doet de tegenstander het. En hier gaat dat gebeuren. De 1-1 gelijkmaker. Maar nee, wat een geluk voor SV Urk. Want de scheidsrechter heeft hier buiten spel gezien. En blijft Urk dus in de race in de wedstrijd. Blijft op voorsprong staan. Jelle de Boer. En hier komt Hessel Snoek net tekort. Maar oh, wat komt Urk daar goed weg zeg. En blijft er 0-1 tot heel lang in de wedstrijd op het scorebord staan. En Urk blijft zoeken. En zoals hier. Weer SV Urk en weer niet erin. Jongen. Lucas Stol. Rikkelt Nentjes. Snoek. En dat had ik hier Nentjes, maar geen controle. En dus weer geen goal voor SV Urk. Maar wat een slotfase. Urk was op zoek naar die tweede treffer. Naar die buitenspelgoal van ONS Sneek. De vraag was, wanneer komt de opluchting, die tweede treffer? Dan in blessuretijd. Eindelijk! Daar komt hij, Jelle de Boer is los. En de 2-0. En zo blijft Urk meedoen om het kampioenschap. En heeft het met nog 2 duels te spelen, 5 punten voorsprong op de concurrentie. De concurrentie speelt vandaag en morgen nog in dezelfde speelronde. Wint de concurrentie ook, dan heeft Urk 2 punten voorsprong.